Duurzaamheid gaat voor mij verder dan materiaal- en productietechnieken. Als je kijkt naar grond of naar aarde, dan zitten daar superveel organismen in. En die hangen allemaal met elkaar samen. En die samenhang, dat zorgt voor een gezonde voedingscultuur. En ik vind het heel interessant om daarover na te denken. Als ontwerp vind ik het heel leuk om te kijken naar de openbare ruimte, om te kijken wat daar gebeurt. En mijn hartsverlangen is dat mensen met elkaar in verbinding komen. Niet alleen met elkaar, maar ook met hun eigen buurt waar ze wonen. Dus de oplossingen die ik aandraag zijn vaak fysieke objecten. Installaties die de interactie aangaan met hun eigen omgeving. Als ik kijk naar onze traditionele manier van problemen oplossen, dan zie ik dat we dat vaak heel erg segmentarisch doen. Maar als je dat in verbinding doet, dan kijk je naar het geheel. Dan ga je ook afvragen van, hé, wat heeft het nodig? Ik geloof ook heel erg in het concept skin in the game. Het gaat over betrokken raken met het probleem waar je mee bezig bent. In plaats van buitenaf een probleem oplossen, vind ik het heel belangrijk dat je zelf onderdeel wordt van dat probleem. En dat ook de oplossing die je bedenkt, dat je daar ook aan onderworpen bent. Omdat je dan veel meer zelf gebaat bent bij die oplossing. Een recent project van mij zijn de containertuintjes. En dat is voortgekomen uit het probleem van afvalbijplaatsing. En dat was ook een mooi voorbeeld van een top-down benadering. Want de gemeente die ging stickers plakken op een container. Van als je hier bijplaatst, dan krijg je een boete. Dat is zo niet de manier waar ik in geloof. Dus in plaats van in te zetten op die restrictie, probeerde ik mij af te vragen van, hé, wat is het achterliggende verlangen hier? Waardoor komt het dat er naast geplaatst wordt? Toen kwam ik erachter van, hé, mensen willen eigenlijk gewoon een fijne buurt, een mooie buurt om in te wonen. Daarmee kwamen we op het containertuintje. Wat een plek, wat een beetje vies kan zijn en onaantrekkelijk. Een plekje van aantrekkelijkheid en leven maakt. En we hebben gezien dat een hele buurt anders omgaat met zo'n plek op het moment dat het er mooi uitziet. In plaats van dat containertuintje producten op zichzelf zijn, is het afval wat je weggooit en wat bij zo'n container vaak daarnaast geplaatst wordt, is de grondstof voor de containertuintjes zelf. Dat zie ik ook weer als een cultuur van dingen die met elkaar samenhangen. Duurzaamheid, het gaat vaak over iets bestendigs, iets solide, iets over wat lang meegaat. Het is vaak niet het materiaal wat niet duurzaam is, maar onze manier hoe we daarmee omgaan. Als wij gebruik maken van kunststof wat super lang meegaat, en na één keer gebruiken weggooien, dan is dat helemaal niet duurzaam. Maar hetzelfde als je zeg maar een houten stoel hebt en na één keer zitten die weggooit, dan is dat net zo goed niet duurzaam. Iets waar ik heel erg in geloof is in trial and error, dat je niet vanuit je veilige binnenkamers een oplossing bedenkt, dat je heel erg gaat testen, dus snel al gaat implementeren. Toen wij aan het begin met containertuintjes bezig waren, was het materiaal nog niet zo duurzaam, maar we moesten ergens beginnen. En omdat we ergens begonnen, kwamen we er ook achter wat wel goed werkte en wat niet goed werkte. Als je doorpakt op wat wel goed werkt en wegneemt wat niet goed werkt, dan kom je uiteindelijk tot een hele gezonde oplossing. Qua mindset vind ik het heel belangrijk dat je niet problemen voor elkaar probeert op te lossen, maar met elkaar. Voor elkaar oplossen spreekt ook van het top-down principe. Dus ik heb de oplossing en jij hebt een probleem en dit ga ik oplossen. Dat doet me een beetje denken aan de interventie met als een buurt bijvoorbeeld onveilig aanvoelt. Dat vol hangen met camera's. Dus van bovenaf breek je zeg maar een cultuur in. Pas je een interventie toe en trek je terug. Ik geloof heel erg in een gelijkwaardige samenwerking. En heel erg praten van, hé, wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig om hier een verschil te maken? Dat je draagvlak met elkaar creëert. Als ik tegen een bepaalde frustratie aanloop, dan wil ik bij me eerst checken van, hey, raakt dit mij? Ik wil mezelf onderdeel maken van die frustratie. Vervolgens wil ik kijken naar van, hey, wat wil ik eigenlijk wel in plaats van niet? En ik kijk ook naar, waar komt deze frustratie uit voort? En daar ga ik dan vervolgens mee aan de slag. En op het moment dat ik vanuit dat grotere plaatje start, komen daar vanzelf gezondere oplossingen uit voort.